Bas, aan jou het woord. Ja, goedemorgen. Bas van der Wal, ik ben ecoloog. Dus een van die mensen die behoren bij de categorie enge mensen. Het valt wel mee. Ik ga het wel beginnen met een stukje ecologie. Dus ik ga eerst terug naar het oppervlaktewater. Ik wil erbij aansluiten bij de opmerkingen van Jelle en Mark in de ochtend over het verloop van de waterkwaliteit in de afgelopen jaren. Het signaal van Mark was positief, dat van Jelle wat minder positief. En ik denk dat ze beide gelijk hebben. De waterkwaliteit is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Van heel ver van de norm vandaan tot in de buurt van de norm. Voor een aantal stoffen, maar die norm die halen we niet. Als je gaat kijken naar de biologie, de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, dan hebben we het over de wat grotere oppervlaktewateren, dan bereiken we in circa 40% van de gevallen bereiken we het doel. En de voorspellingen zijn somber. Het is niet te verwachten dat de komende jaren de situatie voor de biologie heel veel zal verbeteren. Als je gaat kijken naar de chemie, ook daar gaat het niet echt crescendo. Het is natuurlijk wel zo, opnieuw, dat onder het niveau van de norm de waterkwaliteit wel verbetert, maar de norm is nog buiten beeld. En dat het in het bovenste plaatje slechter lijkt dan een paar jaar geleden, komt omdat we in die tijd meer stoffen zijn gemeten. En bij de kaderrichtlijn water geldt dat one out, all out. Dus als je een stof meet boven een norm, dan scoor je rood. Dit is nog de oude presentatie. Ik had in mijn vorige presentatie, in de presentatie die ik had opgevoerd, het krantenkop van Trouw van gisteren ingeplakt. Maar die is kennelijk niet meegekomen. Want ik ben er wel blij omdat er inmiddels ook landelijk en bij het grote publiek meer aandacht is aan het ontstaan voor waterkwaliteit. Nog even blijven bij die biologische waterkwaliteit. De biologische waterkwaliteit wordt door veel meer dingen bepaald dan alleen maar door chemische stoffen. We hebben geprobeerd, wij ecologen bij de STO en bij de STOA hebben geprobeerd om de complexiteit van het ecosysteem functioneren een beetje plat te drukken in een aantal elementen. En we hebben voor 8 elementen en een 9e, voor 8 elementen hebben we rekenregels opgesteld of om te bepalen of voor die elementen aan de voorwaarden wordt voldaan voor het goed functioneren. Dus de waterflow, de vis, heeft behoefte aan schoon water en daar gelden een aantal randvoorwaarden voor. In die randvoorwaarden hebben we gevat in wat wij noemen ecologische sleutelfactoren. Daar wil ik toch iets over zeggen, ik kom zo op de stoffen weer. De eerste categorie van sleutelfactoren die hebben te maken met de belasting van het oppervlaktewater met voedingsmiddelstoffen, met nutriënten. Dat is nog steeds de grijze deken die over heel Nederland heen ligt. In heel veel gevallen zijn nutriënten de meest bepalende factor voor de kwaliteit van het ecosysteem. We hebben daarvoor 3 sleutelfactoren ontwikkeld, met daarachter dus rekenregels om te bepalen of je wel of niet voldoet aan de voorwaarden. En die gelden voor de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten, maar ook voor het lichtklimaat, dus de transparantie van het water. Licht is de bron van energie voor heel veel organismen, dus helderheid is belangrijk. En de laatste, de derde, die gaat eigenlijk over de hoeveelheid nutriënten die nog opgeslagen is in de waterbodem. En die is daar gekomen in de afgelopen jaren. Dat zijn nog steeds 3 hele belangrijke factoren bij het bepalen van waterkwaliteit. De tweede categorie van 3 gaat eigenlijk over meer de specifieke voorwaarden. Die gelden bijvoorbeeld voor het geschikt zijn van het systeem voor paaien van vissen. Of dus de habitatdiversiteit, de structuur van de wateren. Als het huis op orde is, dus als je je omstandigheden hebt verbeterd, wil nog niet zeggen dat de organismen die je er graag wil hebben en die meetellen in de beoordeling van het oppervlaktewater daar ook kunnen komen. Dus heel belangrijk is de connectiviteit. Dus kunnen vissen bijvoorbeeld van zee naar monding gaan, maar ook kunnen binnen de Nederlandse wateren de vissen migreren, maar ook kunnen planten die je graag wil via zaadverspreiding of windverspreiding, kunnen die komen waar je ze wil hebben. En een laatste factor gaat over het beheer en onderhoud. Wij zijn in Nederland een land waarin alle wateren worden onderhouden. En dat kun je op een goede manier doen. En dat kun je op een manier doen die heel erg schadelijk is voor de waterkwaliteit. De laatste categorie van 3 is eigenlijk, noem ik de wildcards. Dat zijn
vormen van beïnvloeding die in Nederland op sommige plaatsen wel belangrijk zijn, maar op heel veel plaatsen ook niet. En daar waar ze wel belangrijk zijn, moet je ze als eerste aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld over de belasting van het oppervlaktewater met organische stoffen. Dan moet je denken aan overstortingen. Of in stedelijk gebied aan het voeren van eendjes. Daar worden mensen altijd een beetje lacherig van. Maar het is nog steeds een hele belangrijke factor voor de bepaling van de kwaliteit van stadswateren. En in het midden staat daar de belasting van het milieu met microverontreiniging, met chemische stoffen. Daar ga ik het nu verder over hebben, over die laatste. En dat is de ecologische sleutelfactor toxiciteit. Hij is dus ontwikkeld als onderdeel van een totale set van sleutelfactoren voor het oppervlaktewater. En daarom heet hij ook een ecologische sleutelfactor toxiciteit. Maar we hebben gemerkt dat de laatste jaren deze sleutelfactor steeds meer wordt ingezet, zeg maar stand-alone. Ook voor andere toepassingen dan voor de beoordeling van oppervlaktewater. Heel belangrijk is dat als je het systeem wil verbeteren, de waterkwaliteit wil verbeteren, en Jelle die refereerde er al even aan vanochtend en ook Bert kwam erop terug, is dat het belangrijk is dat je goed kijkt wat is nou eigenlijk de zwakste schakel in het ecosysteem functioneren. Het is denk ik heel verstandig om de beperkte hoeveelheid geld die je hebt in te zetten bij het verbeteren van de zwakste schakel. En dat is in een aantal gevallen zijn dat microverontreinigingen, maar niet altijd. Daarnaast geldt natuurlijk wel dat je voor microverontreinigingen een voorzorgbeginsel hebt. Dus je zult ervoor moeten zorgen dat je volgens de best beschikbare technieken toch probeert om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Maar nogmaals, als je een hoeveelheid geld te besteden hebt, ga eerst eens een systeemanalyse uitvoeren en ga kijken hoe ik mijn geld het meest effectief en efficiënt kan inzetten om die waterkwaliteit te verbeteren. Dan op de stoffen. Nou, dit zijn cijfers die jullie misschien wel kennen. Belangrijk is denk ik om te bedenken dat er circa 100.000 stoffen in oppervlaktewater voor kunnen komen. Dat is een schatting die is gemaakt en die is wetenschappelijk geaccepteerd. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor al die 100.000 stoffen normen te maken. Er zijn in de praktijk zo'n 150 stoffen genormeerd, al of niet Europees wettelijk of landelijk of via richtlijnen. Maar dat is maar een heel klein deel van het totaal aantal stoffen dat het oppervlaktewater kan voorkomen. Dus van stof tot stof normeren en toetsen is eigenlijk een onmogelijke weg. Die toxiciteit, het oppervlaktewater, wordt niet alleen veroorzaakt door medicijnresten, dat is iets dat hier nogal veel aandacht krijgt, maar ook door andere verbindingen, waarvan een deel van buiten afkomt, antropogeen is, maar voor een deel ook natuurlijk. Natuurlijke verontreinigingen, zoals ammoniak en sulfide, en in sommige gevallen arsen uit de bodem, blijken in een aantal gevallen toch wel in belangrijke mate bij te dragen aan de giftigheid van het oppervlaktewater. Dan laat ik straks nog een plaatje van zien. Nou, hoe kan je dan de kwaliteit en de giftigheid van het oppervlaktewater bepalen? Nou, dat kan je doen door klassiek, noem ik dat, dus van stof tot stof een meting resultaat te toetsen aan een norm. Je kunt de toxische druk bepalen, daar laat ik zoiets over zien. Dus dat is eigenlijk het totaaleffect van alle stoffen tezamen op het ecosysteem, dus op alle organismen tezamen. Je kunt effecttoetsen doen, dus watervlooien uithangen of van die testen uitvoeren die Gerard Reis net liet zien. Of je kunt in de biota gaan meten, dus je kunt concentraties meten van stoffen in de vis. Maar je kunt ook kijken van bijvoorbeeld bij macrofaunaorganismen, dat zijn de aquatische insecten, welke groepen mis ik? En zijn de groepen die ik mis, zijn die te koppelen aan een bepaalde type verontreiniging? Nou, wat we gedaan hebben bij de sleutelfactor toxiciteit, is eigenlijk dit in één systeem gevat. Dus we kijken eigenlijk via twee sporen naar de giftigheid van oppervlaktewater. En ik zei het al, die techniek, en Gerard heeft er ook al even aan gerefereerd, die wordt nu ook steeds meer stand-alone ingezet voor de beoordeling van effluenten. In die techniek, met dat eerste spoor, ik zal beide sporen even laten zien zo, maar in het eerste spoor hebben we nu de gegevens van 1900 stoffen opgenomen. Dus voor 1900 stoffen kunnen we in combinatie van die 1900 stoffen kunnen we de toxische druk bepalen. Maar we zijn nu bezig om die uit te breiden naar zo'n 5000 stoffen. Dat heeft onder andere te maken met het beschikbaar komen van gegevens die voorheen verborgen waren en die we niet mochten gebruiken. Die mogen we inmiddels wel gebruiken voor het bepalen van de toxische druk. En die zijn we nu aan het toevoegen aan het systeem.
En we zijn ook bezig om niet alleen eens te zeggen over de ecologische toxiciteit, maar ook iets over de humane toxiciteit. Dus kijken wat is de schade van de stof of stofcombinatie op mensen. En het tweede spoor, de effecttoets, dat laat ik zo even zien. Ook daar zijn we bezig met ontwikkelingen. Een hele indrukwekkende ontwikkeling vind ik eigenlijk het routinematig bepalen van effecten. De routinematige effect-directed analysis. Waarbij echt min of meer in bulk en in kleine hoeveelheden de effecten, de werkeffecten van stoffen op organismen bepaald kunnen worden. En dat is een van de projecten die vanmiddag in de workshops aan de orde komen. Nou, hoe werkt zo'n bepaling van de toxische druk? Dit is een ingewikkeld plaatje wat ik even voorzichtig zal toelichten. Die bepaling van de giftigheid, daar gaan we uit van de EC50. Dus de concentratie van een stof die leidt tot 50% effect. Dat kan zijn sterfte of reproductiebeperking. Dus bij welke concentratie heb je 50% effect? En dat kun je doen voor een hele batterij aan organismen. Nou, je kan je doen voor stof A. En als je gaat kijken bij welke concentratie een effect wordt gemeten, dat zet je dat plotje. Dat doe je bijvoorbeeld voor 10 verschillende organismische groepen en die zet je naast elkaar op de rij. Dus de ene organismegroep is bij een concentratie van 0,1 en de ander pas bij een concentratie van 50 is die, heeft die voor 50% effect. En dat stapel je op, cumulatief van 0 tot 100%. Dus het aantal organismen dat je hebt, als je 10 organismen hebt, dan zit de 10e organisme zit hierboven. Dus je maakt een lijn. En wat je in feite ziet, is dat dat bijna altijd leidt tot een S-curve. En dat noemen we de Species Sensitivity Distribution, de SSD-curve. En wat je hiermee kunt met een SSD-curve, is dat je als je in het milieu een bepaalde concentratie aantreft, bijvoorbeeld van 1, dan kun je aflezen hoeveel procent van je testorganisme in theorie geschaad is bij die desbetreffende concentratie. Nou, dat kan je voor alle stoffen, voor heel veel stoffen doen. Dat hebben we dus voor 1900 stoffen ontsloten. En dat kun je dus doen voor al die stoffen tezamen en ook op alle organismengroepen tezamen. En dat, wat je hier doet, dus is bij stof B, dan bepaal je de potentieel aangetaste fractie, de PAF, de potentieel aangetaste fractie van het aantal organismen dat schade ondervindt. En de MS-PAF is van meerdere soorten en meerdere stoffen die PAF bepaalt. Dus via een ingewikkelde rekenregel, wetenschappelijk geaccepteerd, kun je dus de combinatie-effecten van meerdere stoffen op het ecosysteem bepalen. Dat is de MS-PAF, de meerdere stoffen potentieel aangetaste fractie. En die hebben we vervolgens ook voorzien van een grenswaarde. Het tweede is de effectmetingen. Effectmetingen hebben een voordeel boven concentratiemeting, maar ook wat nadelen. Ik heb ze hier opgeschreven, of tenminste dat heeft Dick de Zwart gedaan van het RIVM. Ik kan ze wel allemaal voorlezen, maar ik neem aan dat u ze zelf kunt lezen. Belangrijk is eigenlijk toch wel die bovenste, is dat bij chemische analyse zoek je dus naar die speld in die hooiberg en bij effectmetingen, dus bij het blootstellen van organismen aan een monster oppervlaktewater, daar toets je eigenlijk alle verbindingen. Die effectmetingen, daar hebben we eigenlijk meerdere categorieën van testen voor. Gerard Rijs die liet de eindpunten zien, die had die hele tabel, een van zijn laatste dia's. Ik heb ze hier even samengevat. We hebben testen die in het veld uitgevoerd kunnen worden. Dan moet je denken aan veldtesten met de waterflow. Dingen die in het laboratorium in vivo kunnen worden gedaan. In vivo wil zeggen met hele organismen, dus met algen, met watervlooien, met bacteriën. Of je kunt testen uitvoeren op het niveau van fysiologische processen. Nou, daar staan er hier een paar, hormoonverstoring, antibiotica-activiteit, neurotoxiciteit, oxidatieve stress. Dat zijn een aantal van die eindpunten die je rechtstreeks kunt meten met ecotoxicologische testen. Nou, dat hele systeem dat hebben we eigenlijk dus samengevat en beschreven in een boekje, waarvan ik nog zo'n stapel heb liggen. Dus als jullie geïnteresseerd zijn in dat boek, dan moet je me maar even mailen. En we gaan ervan uit dat de combinatie van beide sporen een indruk geven van de giftigheid van water. Nou, dat zijn die twee sporen. De ene is het bepalen van de MS-PAF, dus de
de toxische druk op basis van metingen van stoffen die je hebt gedaan. En daar moet ik wel bij aantekenen dat het dus alleen gaat om de stoffen die je ook daadwerkelijk gemeten hebt. En je moet dus eerst metingen verrichten. En bij de tweede spoor, dan gaat het over die effectmetingen, wat in de wandelgang de Simoni-score heet. En dan gaat het over het bepalen van de toxische druk van een monster waarin al die stoffen aanwezig zijn. Nou, als die nou, als ze beide groen scoren, dan heb je een laag risico. Als ze beide hoog scoren, dan heb je een hoog risico. En daartussenin. Veel verder gaat deze analyse-methodiek niet. Als je een hoog risico scoort, dan wordt er aanbevolen om vervolgens nader onderzoek te gaan doen. Die MS-PAF-methode geeft je wel al een hint. Dus die geeft ook al een indicatie van de richting waarop je het moet zoeken. Dus de categorie van stoffen die misschien verantwoordelijk is voor die bepaling van die toxische druk. Maar als je echt van plan bent om fors te gaan investeren in de reductie van een lozing, dan is het aan te bevelen om vervolgens, als je hoog risico hebt, op nader onderzoek te gaan doen. Nou, dan eindig ik even met een voorbeeld van toepassing van deze methodiek. Dit is de resultaten van 7 jaar monsteren bij een waterschap. En er is gekeken naar zowel toetsen aan de norm, dat is deze kolom, als die MS-PAF. Dus in welke mate is de desbetreffende stof die hier genoemd is bepalend voor de toxische druk? Nou, je ziet dat dat niet helemaal parallel gaat. Het kan dus gebeuren dat je een norm overschrijdt en dat de toxische druk laag is, maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Er zijn soms verklaringen voor, bijvoorbeeld dat bij de norm de doorvergiftiging wel meegenomen is met de bepaling van de norm en bij het bepalen van toxiciteit, dus het effect, is dat niet zo. Maar goed, er zijn een aantal redenen, de verklaring van deze tabel die is er wel, maar wat ik hiermee vooral wil illustreren is dat het heel verstandig is om beide methoden naast elkaar te blijven gebruiken. Ze geven aanvullende informatie op elkaar. En het kan zo zijn dat als je in een aantal gevallen voor een bepaalde stof heel vaak een giftig effect meet, maar je blijft altijd onder de norm, dan is het een signaal voor de wetgever om nog naar die norm te gaan kijken. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Hier wou ik het bij laten. Dankjewel, Bas. Dankjewel. Wie heeft hier een vraag over? Helemaal achterin. Nog staan ook. Nou, je hebt in ieder geval een stukje gelopen. Even die MS-PAF, die hangt toch heel erg af van welke stoffen je gemeten hebt. Ja. Dus waar ik een beetje naar op zoek ben is, hoe zijn er ook nog gedachten om daar iets van een standaardisatie in aan te brengen? Want de ene MS-PAF gemeten door het ene waterschap op de ene plek is dus niet te vergelijken met de andere MS-PAF gemeten door het waterschap op een andere plek. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus hoe gaan we daarmee om in de praktijk, als we rapporten met elkaar gaan vergelijken? Nou, kijk, een van de antwoorden die ik erop kan geven is dat we een community of practice hebben ingericht, waarbij we ervaringen, dus waarbij we aldoende leren, waarbij we de ervaringen die we hebben in het land met elkaar delen. En dat zou de plek kunnen zijn waar je afspraken gaat maken over welke stof je tenminste wel en welke stof je tenminste niet meeneemt in je analyse. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat op het moment dat je een MS-PAF presenteert, dat je wel aangeeft op basis van welke metingen, welke stofmetingen die MS-PAF is gebaseerd. Ik heb zelfs wel presentaties gezien van MS-PAF die maar op basis van één stof was gedaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar we hebben daar nog niet echt een heel strak protocol voor, maar dat is misschien iets wat we kunnen afspreken in de community of practice. Dankjewel. Nog één mogelijkheid voor één vraag. Ja, Erwin Roeks van Deltaris. Ik heb een vraag over de twee parallele sporen die je gebruikt. En dat kwam eigenlijk ook al een beetje naar voren in de presentatie van Gerard. Nu kan het zo zijn dat het chemische spoor aangeeft dat je wel een risico hebt, en het effectgerichte spoor aangeeft dat alles in orde is, of andersom. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, hoe weet je die twee sporen nou ten opzichte van elkaar? Welke geeft nu de doorslag? Nou, wat mij betreft heeft geen één van die twee de doorslag. Ik vind het juist altijd heel spannend als twee sporen elkaar tegenspreken. Want dat is juist de aanleiding om er eens goed over na te denken.
Mensen hebben een beetje veel de neiging om blind achter bepaalde voorschriften en normen aan te hangen. Dat heeft Bert vanochtend al even weergegeven. He, dus toets je aan een norm dan, en je zit eronder, dan zit het goed. Zit je erboven, is het slecht. Hierbij zou je kunnen zeggen, ja, als ze elkaar tegenspreken, dan is er dus kennelijk iets aan de hand waar ik verder naar moet gaan kijken. Ja, het is een beetje een dooddoener, maar ik denk dat je altijd je verstand moet blijven gebruiken bij de toepassing van dit soort systemen. En juist daar waar het gaat schuren, daar wordt je verstand extra gestimuleerd. Dankjewel, Bas.